Hey mensen, je kijkt naar Spooky Instance 1 en dit keer gaan we Razer Cup 001 spelen. Ik had toen even een stop en toen weer een comeback en Razer Cup 001. 1600 koppers, dus niet al te veel blocks heb ik gebruikt voor deze baan. En Razer Cup zou een serie zijn waar ik heel compacte banen ging maken dat heel leuk voor online races zou zijn. Om die tijden te verbeteren. De screenshot die je ziet, de avatar, is niet gemaakt door mij. Die is gemaakt door iemand anders waar ik later nog een duo track mee ga reviewen hier in deze serie. Maar Razer Cup 001, ik ben echt helemaal kwijt hoe die baan ging. Misschien als ik dit zie. Meerdere wegen, zo te zien. Beetje symmetrisch. Ik ben benieuwd. Kijk. Oké. Deze baan die zou ik gelijk hebben aan mijn beste online baan. No Worries. Wat een van mijn eerste banen was. En daar is deze een beetje op gebaseerd. Ja. Dit is een hele snelle baan, zoals je kan zien. 26 seconden. Ah, maar niet mijn eigen tijd verbeterd. That's fucked up. 20 seconden voor mijn eigen tijd, wow. Maar hier kunnen mensen online echt flink aan tijden werken hoor. Het is dan net waar je even die secondes wint. Plus als het goed is, heb je... Ah nee, dat is de start. Huh, dat is helemaal niet de start. What? Dat snap ik even niet. Wat dat dan wel is. Ah, oh, ik denk ik ga hem even full speed doen. Ik ga even kijken wat dat dan is. Ah nee, kan niet. Huh? Waar ging die baan heen? Wow, dat ging helemaal verkeerd. Jezus. Nee, nee, niet daartussen. Oh fuck, kan ik hier niet? Nee. Damn. Het ging sneller nog wel. Come on. Oh, dat ging net zo goed. Oeh, ik kom net daar nog op. Want ik wil toch even kijken hoe het hier zat. Oké, okay, niet dus. Boom. Alright. Dat is Razer Cup 001. Heel snelle baan. En ik zal jullie hierna dus de baan No Worries laten zien. Dat is mijn populairste baan. Ook een van mijn eerste. Iemand die heeft me toegeholpen hoe je nou echt goed een baan moest bouwen. En dat was mijn allereerste baan. En die is online favorite geworden. Die zal ik volgende keer laten zien. Dus bedankt voor het kijken. Druk even op dat groene duimpje. En volgende keer weer een nieuwe shorty. Dankjewel. Doei.